Zonder waterschappen zou dit deel van Nederland helemaal niet bestaan. Als zij hun werk niet zouden doen, dan zouden we hier niet kunnen wonen, leven, werken, recreëren, plezier maken. Dus het is belangrijk dat ze dat blijven doen en dat ze dat vooral heel goed doen. Maar de uitdagingen nemen wel toe. Klimaatverandering, bodemdaling, stijgende zeespiegel, zware buien. Allemaal zaken waar die waterschapsbestuurders straks keuzes in moeten maken. Hoe pakken we dat aan? Hoeveel geld mogen we eraan besteden? Zoeken we het in de techniek of zoeken we het in de natuur? En belangrijk is dat u ze een sturing geeft. Dat u aangeeft welke kant u op wil. En doe dat dus door uw stem uit te brengen straks bij de waterschapsverkiezingen. En twijfelt u nog, weet u nog niet goed wie u moet stemmen en wat ze allemaal gaan doen? Kijk dan op mijnstem.nl en doe mee. Stemmen dus. Tot binnenkort.